De derde etappe van Olympia's 3M Tour start in Reuver. De mannen van wielervereniging De Jonge Renner. De opleidingsploeg van het grote Lotto Jumbo tekenen het presentieformulier en zijn klaar voor het vertrek. In het centrum van Reuver op deze hele mooie dag, Hemelvaartsdag. En het is mooi weer, lekker koersweer, dus het wordt een mooie etappe. Op de eerste rij de bergtrui van Robert de Greef, Maarten Kreks in de tussensprinttrui, de oranje trui is dat. En natuurlijk Jetse Bol in het geel. Gisteren pakte hij die etappe, die trui in Gendringen. Het startschot door de burgemeester van Bruggen, net over de grens in Duitsland, Frank Gellen. We rijden namelijk vandaag in Nederland en in Duitsland. 160 kilometer is deze etappe. En het gaat hard op die smalle straten in het buitengebied van Reuver. Een hoge gemiddelde snelheid en je ziet het eigenlijk na iedere bocht flink aanzetten voor het peloton. En het is dus een zware koers. Het duurt erg lang voordat er een kopgroep weg is. Er zijn een hele hoop aanvalspogingen. Maar eigenlijk komt niemand echt goed weg. Kijk, hier weer een poging. De man van 3M op kop is Nicolas Verreken, de snelle Belg. Hij trekt het peloton op gang met een man van Senza en een man van de Noordelijke Wielervereniging daarachter. En die mannen van BMC die koersen ook goed. Uiteindelijk zijn er 5 mannen die wegrijden. Met daarbij die Nicolas Verreken hier vooraan. Ook daarbij Remco Ter Brake, Terry Schir en Pierre Mongory. De best geclasseerde is Twan Kastelijns hier in het groen van Babydump. Maar hij staat op 7 minuut 09. En dus zegt Jetse Bol hier vooraan het peloton: doe maar rustig aan jongens, want dit is wel prima zo. Mijn gele trui is wel verdedigd op deze manier. Maar ja, daar hebben die anderen natuurlijk maling aan. En dus wordt er nog maar weer doorgetrokken, want iedereen wil wel meezitten daar vooraan. 2 mannen maken zich dan los uit het peloton. Die gaan op weg naar deze kopgroep. Het zijn Rens de Stroet van Piels hier in het blauw. En Dick Jansen van De Jonge Renner. Mooi dat hij dat probeert daar vooraan. Jonge coureur op weg naar de kopgroep. Maar het gaat hard in de straten van Reuver. En het is dus erg zwaar om erbij te komen. Maar het lukt, klasse, zegt de Stroet tegen Jansen. We hebben het gehaald, we zijn bij de kopgroep. En dus hebben we 7 mannen vooraan. In het peloton wordt gecontroleerd door het team van de leider, Jetse Bol. In de gele trui natuurlijk. Ze vinden het wel prima zo, lekker veilig. Die gele trui die is wel onder controle op deze manier. En de voorsprong wordt op een minuut of 2 tot 3 gehouden. En dat is natuurlijk een ideale situatie voor de mannen van de Rijken. Even wat drank en even op adem komen voor die man van de jonge renner, Dick Jansen. Mooi dat hij daar vooraan zit. 2 minuut 10 is op dit moment de voorsprong. En daarboven staat nog 1 minuut 40 geschreven op het bord. En 1 minuut 40, dat is de voorsprong op het peloton van 2 Russen. Pavel Kursin en Vladimir Ilchenko. Die proberen de oversteek te maken naar de kopgroep. Het zijn de Russen van de Russische nationale selectie, ook hier actief in Olympia's 3M Tour. En het is Hemelvaartsdag. Het is mooi weer en iedereen is vrij. Dus dan is het druk langs het parcours. Volle terrassen en dan is het genieten van prachtige koers op topniveau. De man in de gele trui is een echte leider in het peloton. Even rustig aan jongens, zegt hij hier. Er zijn een paar mannen plassen, dus we moeten eventjes het tempo een beetje drukken. Zodat iedereen gewoon mee kan komen in het peloton. Mooie plaatjes als we dan daar de bocht omgaan. We zitten ondertussen in de laatste ronde. En dus melden de sprintersploegen zich vooraan. Want die willen natuurlijk niet zomaar dit laten gebeuren. Zij willen die etappe-overwinning opeisen. Lotto Soudal onder andere en de mannen van Parkhotel Valkenburg. Die rijden natuurlijk voor hun sprinter Wim Stroetinga. Het lukt, de kopgroep wordt teruggepakt. En in de straten van Reuven wordt er gesprint. En het is Stroetinga die het haalt voor Vermeldvoort en Jeff Vermeulen. Ja, vandaag was al een lastigere sprint. We moesten een gat dichtrijden, dus ik had mijn trein niet meer. Maar als je kans hebt op een massasprint, moet je dichtrijden. En die jongens hebben het heel goed gedaan. En plaatselijk Dennis Bakker en Marco Sanotti nog. Ja, en die zetten me nog perfect af. Het is wel van ver komen, maar het was genoeg. Dit is niet alleen nummer 2 in deze Olympia's Tour, maar nummer 12 in totaal. Het all-time record staat op 13 van John den Braber. Ben je daarmee bezig? Nee, totaal niet. Maar
John misschien wel, is ook mijn ploegleider geweest, dus die vindt het misschien niet heel leuk, maar... Ik zie je toch een beetje lachen, dus ik denk stiekem wel een beetje, toch? Puur om John te plagen. Struutinga wint dus de etappe. Jetse Bol blijft stevig in het geel. Op de schouders van Jetse Bol.